Niet dat wij elke dag stoned zijn. Hello there! Nou, het is inmiddels al super laat, namelijk eind van de middag. We waren namelijk de camera vergeten vandaag. Tenminste, ik was die vergeten. En we hebben al een hele dag erop zitten. Vita is natuurlijk weer naar Rose Cycle geweest voor lekker een lesje. To become an instructor. En ik heb de auto gehaald in Nieuw Sloten, want we hadden een meeting met Talpa. En nu zijn we net terug. We hebben de auto hier geparkeerd. Kwamen we net achter. Er is hier dus een parkeergarage bij het Centraal, daarbij het Hilton Hotel. En dat is voor 24 uur parkeren €13. Nou, dat hadden we eerder moeten weten, want normaal is het altijd €5 per uur in het centrum. Ik ben ongelooflijk aan het zweten, want het komt omdat het 30 graden is. En we hebben net gelopen in de zon. Maar goed, fucking chill. Want ja, dan kunnen we hem gewoon lekker hier zetten. Niet altijd, maar af en toe. En morgenochtend gaan we namelijk heel vroeg naar het strand. Dan wordt het ook weer 30 graden. En ik heb nu even met een vriendin afgesproken. Ik denk dat ik gewoon een beetje in de buurt van de Nieuwmarkt blijf. Nou, we zitten hier even een drankje te doen. Hoi. Met Reuvie, mijn vriendin. En Reuvie moet gaan zo meteen gaan koken voor haar man. En zijn beste vriend. En zijn beste vriend. Wat ga je maken? Nou, aangezien het 40 graden is bij te gaan voor de salade. De salade? De salade. Goeie optie. Een lekkere salade, maar daarbij doet het natuurlijk wel even lekker brood. Een beetje banade voor de mannen. Oh. Bij de mannen met alleen de salade. Nee, die willen carbs. Ja, die willen carbs. Ja, jij hebt het niet gekeken, hè? Iedereen is inmiddels alweer weg en ik zit hier met Fietje. Hallo! En we hadden het er net over, want we zitten natuurlijk vooral op de Nieuwmarkt, dat er zoveel toeristen hier nu zijn. Ja, unreal. Toeristen kunnen natuurlijk niet fietsen. En hier in Amsterdam moet elke toerist een fiets huren. Ja, nee, maar ze kijken gewoon niet. Het is zo, en we maken dit nu inderdaad heel erg heftig mee, doordat we zo vaak op de Nieuwmarkt zitten. En er zijn zoveel toeristen. Toen wij in New York woonden, elke keer als wij zeiden van dat we uit Amsterdam kwamen, dat iedereen, oh my god, Amsterdam is like the Disneyland for adults. En die zien dit helemaal als een soort playground, waar ze helemaal los gaan met de mushrooms, de wiet, alles. En dan zeggen ze ook altijd, so you're stoned every day, you're smoking? Nou ja, als je opgegroeid bent in Amsterdam, doe je dat dan bijna probeer je dat als puber een paar keer uit. En dan heb je het alweer gezien. Ja. Ja. Het is niet dat wij elke dag stoned zijn. Ik ben nooit stoned eigenlijk. Ik ook niet, nooit. Echt gewoon nooit. Vita kan niet meer vasthouden, dus we gaan even weg. Dan. Nou, zoals jullie zagen, Vita die was er net ook bij, maar die gaat nu met vrienden eten. En ik loop nu naar boven. Oh, zoveel trappen. En ik ga lekker eten met papi. Jongens, ik heb net gegeten en ik zit op de bank heerlijk te editen. Ja, het zal eens niet. Namelijk de shoplog. En als jullie dit zien, is die alweer online geweest. Als je hem niet hebt gezien, ga hem vooral even kijken. Want ja, Vita heeft dus een shoplog. Ik heb er één. En dan hebben we er ook nog één samen. En ik ben nu die van mij aan het editen. Heel leuk met praten, afgewisseld van aanbeelden met muziekjes en zo. Ik heb net alle prijzen ook toegevoegd. Ja, en hij is net in de export geweest, dus ik kan hem nu gewoon gaan uploaden op YouTube. Ik zal even laten zien hoe de shoplogger er met je uitziet. Alles moet uitgaan. Helemaal leuk, toch? Ja, als ik die shoplogs maak samen met Fiet, dan denken we echt van, fuck, dit moeten we gewoon vaker doen. Want het is zo leuk om te doen. Het is natuurlijk gewoon al heerlijk dat je gaat shoppen. En waarom dan niet lekker alles filmen? Het is echt leuk om te doen. Dus ik wil het echt vaker doen. Ik weet dat we dit ook zeiden bij die ene shoplog echt van een half jaar geleden of zo. Maar we hebben nu echt afgesproken, we gaan dit gewoon vaker doen. Het is gewoon veel te leuk. Ik weet niet meer wat ik met mezelf aan moet. Ik wil echt niet klagen, maar het is zo warm hier binnen. Dat is gewoon niet te doen. En ik vind het vreselijk om daarover te zeuren, want hoe blij zijn we dat het eindelijk mooi weer is, maar dit is gewoon tropisch. Ik denk dat ik gewoon maar naar bed ga en dan, ik heb gelukkig een fan.
Dus die zet ik dan gewoon keihard aan. Heb je wel weer dat geluid natuurlijk. Maar goed, ik kan hier gewoon niet meer zitten. Ik ga douchen. Ik weet dan niet of ik een koude of een warme douche moet nemen. Want volgens mij als je een koude neemt, krijg je juist daarna nog warmer. Maar ja, een warme douche nu. Het is gewoon binnen gewoon, nou, echt zeker 30 graden. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten, want ik ga gewoon maar naar bed. En dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, te commenten en te liken. En dan zien we je morgen.